Ja, weet je wat het is? Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Ik ben vandaag niet alleen, ik ben vandaag samen met Lemya. Zij heeft ook een kanaal, die heet Be Lemya, toch? Ja. En daar heeft ze ook allemaal leuke video's, ook allemaal over beauty en zo, toch? Yes. Dus volg haar ook eventjes. Zij is hier vandaag om samen met mij iets te reviewen. We gaan vandaag deze Advent of Advent, ik weet niet hoe je het uitspreekt, kalender uittesten van Revolution. Er zitten 25 full-size make-up producten in. En dat zijn highlighters, oogschaduwpalet, kwasten, lipsticks, echt van alles. Maar dat gaan we zo meteen zien in de video. Dus ben je benieuwd naar dit pakketje? Ben je benieuwd naar hoe we het allemaal opdoen en wat we ervan vinden? Blijf dan even kijken en ga vooral niet weg. En even liken, abonneren, kan allemaal hieronder. Moet je wel even doen, anders is dat niet zo leuk. We wachten wel. Doe maar nu gelijk even. Nou, we gaan beginnen met de video. We hebben geen make-up op, alleen ons gezicht. Maar alleen foundation, hè? Verder niks. Ja, ik heb een mini beetje highlight op. Zie je het? Zij speelt vals. I can't live without highlight. Nou, ik heb geen make-up op. We gaan nou even dit pakketje openmaken. Hier staat gewoon de naam en wat erin zit. En achter staat ook gewoon wat erin zit. Je kunt hem gewoon zo openmaken. Hij is wel echt groot. Het is echt een boek. Het is echt huge. Dit is zeg maar mijn hoofd, Tina's. En mijn hoofd past er 3 keer. Echt. En het is een kalender. Het is van 1 tot en met 25. En dan is het de bedoeling dat je elke dag van de maand dus eentje openmaakt. Dus of vanaf december. Dus dan 1 maak je 1 open, 2 maak je 2 open. Maar wij maken nou alles open om het even te laten zien. Dit is Sarah de helft. En dit is Sarah. Kijk hoe ik het heb opengemaakt. Oh, wat erg. Echt. Ik ben er moe van. Bam. En dat was het dan voor deze video. Ik hoop dat je het er echt video van. Oké, we gaan even vertellen wat er allemaal in zit. We beginnen eerst met 3 baked highlighters. Dat zijn dus deze. Je hebt een bruine, een witte en een rozige. Ja. Ja. Of goud. Ja, het is een beetje goud. Ja, dit is wel koper. En zilver. Ja, voor jou. Voor mij is dit zeg maar roze. Mijn huidskleur. Er is ook 1 bronzer. Dat is deze. Het is een beetje een kleur die een beetje voor de meeste mensen geschikt gaat zijn. Hij is niet licht en niet donker. Ja. Voor de meeste mensen. En we hebben 6 lipsticks. Oh, super veel. De kleuren lijken allemaal wel een beetje op elkaar. Allemaal een beetje roze. Er is niet echt veel variatie, hè? Ja, en bruin en rood. Ja. En wij gaan die allemaal opdoen. We hebben ook 4 make-up kwasten. Ze zijn allemaal wel mini formaat. En je hebt 2 hele kleine en 2 iets grotere. Je kunt ze gebruiken voor whatever je wilt. Dit is volgens mij ogen en dat lichaam. Ja, lichaam. Gezicht. Er is ook 1 oogschaduwprimer. Dat is deze. Die doe je onder je oogschaduw. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Cool. We hebben 1 liquid highlighter. Dat is deze. Dat is dus geen poeder, maar een liquid. En die doe je gewoon ook hier en waar je gewoon wilt eigenlijk. We hebben 1 klein spiegeltje. Dat is deze. En dan aan de achterkant de spiegel. Het is niet fijn dat hij niet dicht kan. Dus hij moet gewoon zo los mee. Ja. Dat is wel minder. Maar ja, zit erbij. We hebben ook 2 normale highlighters. Dat zijn deze. Je hebt 1 peachy kleur en 1 zilver-witte kleur. We hebben ook 2 strobalms. Dat zijn deze. Eentje is rose gold en eentje is... Golden. Golden. En dit is ook een soort van highlighter, maar niet zo extreem. Dat is meer een, het is meer een cream die je opdoet voor een lichte glow en dat het niet allemaal too much is. Ja, je zou hem wel even onder een poeder highlight kunnen gebruiken. Ja, dan plakt het vast. Plakt vast. Ja. Het is helemaal plakvast. We hebben ook 1 prachtige oogschaduwpalet met allemaal een beetje neutrale kleuren. En dan heb je hier glitterkleuren en hier matte kleuren. Dus je kunt gewoon 1 goede full make-up look maken ermee. Dat is wel fijn. I like. We hebben ook nog 2 lipglossen. Dat zijn deze. Allebei roze. Eentje is gewoon heel fel en eentje is meer normaal. Is meer te doen voor alledaags. We hebben als laatste ook een anti-shine balm. Dat is deze. We zijn er alleen niet echt over uit waarvoor je die moet gebruiken. Oké, je kunt het gebruiken als een primer onder je make-up. Dan ga je minder glimmen ofzo. Nooit van gehoord. Ja. Zo heel uniek. In ieder geval. Dus je kunt het als primer gebruiken. Zo. Nou, dat was dus alles wat erin zat. Nou gaan we beginnen. We gaan eerst beginnen met onze ooglook en daarvoor gebruiken we dus eerst de oogschaduwprimer. Die doen we gewoon even allebei op. Het is een beetje licht nude kleur. Ik ga het even helemaal uitwrijven op mijn oog. Wat vind je van de primer? Ik vind hem wel normaal gewoon oké. Ja, ik wel alleen wel. Ik vind het altijd fijn als een primer gelijk kleur corrigeert ook. Dus dat er een kleurtje in zit. En dat deed je niet echt. Nee, dat klopt. Hij voelt wel echt, ik voel hem zeg maar niet zitten. Nee, klopt. Ik voel hem niet. Dus ik ben benieuwd of de kleuren ook daar beter door. Ja.
Nou gaan we dus beginnen met het paletje. Het paletje. Oké, we gaan de lichtste matte kleur gebruiken om onze ogen af te poederen. Ja, dat doen we gewoon even. Oké, het is niet super gepigmenteerd of zo, maar... Maar het neutraliseert wel een soort van... Ja. Not bad, ik had het erg verwacht. Ja, de lichtste kleur is vaak niet heel gepigmenteerd. Nee, klopt. Ik ga dan die tweede, zeg maar, de allerlichtste bruin-grijzige kleur gebruiken. En die doe ik in mijn arcadeboog. En ik pak de iets donkerdere bruine kleur en die doe ik in mijn arcadeboog. Dit keer ga ik wel proberen voor een beetje een natural, softy look te gaan. Ja. Dat zeg ik weer. We zullen zien aan het einde van de video hoe het kan. En ik doe weer gewoon het meeste op mijn buitenste ooghoek. Oh shit, ik pak jou ook weer. Nou, maar ik ga dus nu naar de wat donkere kleur. De wat donkere bruin die zij net ook op de ogen heeft gezet. Ja, ik vind het niet slecht. Maar vertel eens iets over jezelf. Want mijn viewers weten denk ik nog niks over jou. Ja, behalve als ze jou al kennen. Ja. Maar het is ook wel leuk om iets te weten over jou. Yes. Je naam, je leeftijd, je hobby's, je school, je werk. Vertel dit. Heb je mijn pincode? PSN-nummer. Everything. Nee, ik ben Lemia. Ik ben Shuli. Ik ben 25 jaar. Ook wel bekend van het kanaal Be Lemia. Laatst nog een video gehad met mijn vader die viral is gegaan. Heeft iedereen wel gezien, denk ik? Ja, vast wel. Zo niet, dan zal Sarah even een linkje in de beschrijving zetten. Doe want andere YouTubers altijd vergeten. En zeg maar, ja, dus we hebben zeg maar een video die viral is gegaan waarbij mijn vader de voice-over deed. En voor de rest ben ik een YouTuber voor Inspire Excel. Ik maak video's over make-up, geuren en huidsverzorging. Dus wat mijn persoonlijke favorieten zijn, tips, tricks, etc. Dus eigenlijk een beetje voor alles wat te maken heeft met beauty. En ook vooral zeg maar alles wat je wil weten over producten die bijvoorbeeld bij Inspire Excel verkrijgbaar zijn. Daar geef ik jullie dan zoveel mogelijk uitleg van hoe je het beste uit je product kan halen. Wat mijn tips en tricks daarvoor zijn. Ik werk ook bij Inspire Excel, dus je kan me altijd komen opzoeken als je in Rotterdam woont. Rotterdam, op de lijnbaan in de stad. Dus als je in de buurt bent, kom hoi zeggen. Kom even langs. Ja, ik vind dat echt ben leuk. Ben je daar vaak of een paar dagen in de week? Ja, wel een paar dagen in de week. Weekenden meestal en soms ook door de week. Ik ga er langskomen. Ja, echt. Ik vind het zo leuk. Ik heb zoveel meiden gehad die mij daar zijn komen opzoeken. Ik vind het zo leuk. Dus als je me ziet, kom echt vooral binnen. Ik vind het echt fantastisch. En ja, dus dat is. Ik werk ook bij Inspire Excel op de lijnbaan. En ja, dat eigenlijk vooral nu YouTuber. Daarnaast een ander kanaal samen met mijn vader opgestart. Die heet Shulies. Ja, dat is ook leuk. Sarah zal daar ook een linkje van in de beschrijving zetten. Alles staat in de beschrijving. Met één volle description box. Echt zo. Maar ja, dat is eigenlijk wat wil je nog meer weten. Voor 25 jaar had ik dat of dat? Ik denk het wel, ja. Volgens mij wel. Ik had hem wel wat bruiner verwacht, zeg maar. Ik vind hem wel een beetje grauwig. Vind je ook ja. Kijk hier, of ligt het aan mijn... Nee, dat klopt. Kijk, hier in dit paletje, dat is deze kleur, is hij meer echt bruin. Ja. Maar op je oog is hij meer grijsbruin. Ja. Het is een look. Ik pak nou de donkerste bruine kleur en die ga ik in mijn buitenste ooghoeken doen. En wat heb je gedaan als opleiding? Nou, om heel eerlijk te zijn, heb ik ook alles zelf geleerd. Mensen die denken altijd van omdat ik wel bij Inspire Excel werk, dat ik het dan daar heb geleerd. Maar je krijgt daar niet echt een visagieopleiding of zo. Nee. Je krijgt trainingen van merken over bijvoorbeeld hun nieuwe lanceringen. Dan vertellen ze wat over hun producten, maar ze zeggen niet van je moet het zo aanbrengen en dit dat. Ik heb wel meegedaan aan een make-up wedstrijd. Inspire Excel make-up talent bij Dior. En dat was ook echt fantastisch en daar was ik de winnares van. Dus ik heb de afgelopen editie heb ik gewonnen. Ja, wat moest je doen? We hadden zeg maar een thema qua make-up. En je moest zeg maar gaan, ja, naarmate, het was meestal zeg maar de limited edition look, dus ja. De nieuwe look. En die moest je dan gaan, ja, je eigen wending daaraan geven. En dat iedereen gewoon model... op jouw gezicht, niet nee, op een model. Nee, op wel model. Op een model, okay, ja. Ja, ja. Was wel op een model inderdaad. Sorry. Maar ja, dat was wel echt heel tof en ik ben daar ook wel meer zelfverzekerder door geworden. Make-up talent is gewoon super leuk, gewoon creatief en ik had nooit verwacht dat ik zou winnen. Wat heb je gewonnen? Heb je geld gewonnen? Nou, dat niet. Ik heb een portemonnee van Dior gewonnen. Oh, dat is leuk. Een armband van Dior en een zonnebril van Dior. En daarna ben ik met Dior naar Parijs gegaan. Iemand werd gesponsord door Dior. Echt hè? Maar het was omdat ik. Het was de wedstrijd is zeg maar.
Het is iets voor ikzelf, voor iedereen die, want daar krijg ik wel veel vragen naar. Er zijn mensen echt alleen die bij iets voor ikzelf werken, door heel Nederland. En dat is dan, ja, dus het is iets voor ikzelf make-up talent bij Dior. Ja. Dus het is een samenwerking voor iets voor ikzelf en Dior. Oké, okay. Oh, dus vandaar dat je dat is. Ja. Dus daarom gingen we zeg maar naar Parijs en... Oh, je ging naar andere geluk. We gingen naar Parijs, maar het was wel die dag dat op de Champs-Élysées die agenten werden geschoten. Ja. Wij waren heel de dag op de Champs-Élysées. Wij zaten net in de trein en ik kreeg allemaal berichten. Toen ik weer verbinding had, kreeg ik allemaal berichtjes van... Je was net alles op tijd weg. We waren echt net op tijd weg. Ja, wow. Dat is echt bizar. Ik vind het heel grauwig. Ja, ik ook. Ik ook. Het is wel een look waar je voor kunt gaan, maar het was niet per se de look waar ik nou voor ging. Nee, en in principe, zeg maar. Ik vind het ook wel een beetje moeilijk te blenden. Ja, klopt. Ik ook. Ik vind de kleuren mooi in het paletje, maar hier... Maar ik heb alleen nog maar de matte kleuren gebruikt. Ik moet nog de glitter doen. Daar. Ik moet nog de glitterkleuren gebruiken. Dat ga ik nu doen. Ik ga nou de gouden kleur gebruiken voor op mijn ooglid. En ik ga dit kwastje gebruiken van Makeup Revolution. Die dus ook in dit pakketje zat. Hij is wel heel klein. Dus ik weet niet of ik het heel fijn ga vinden. Maar daar ga ik nou achter komen, toch? Oh, echt mijn accent. Die G. Toch? Toch? Ik heb dus een accent zoals iedereen al weet. Maar voor haar is het dus heel raar. Ik vind het zo leuk. Zij komt uit Rotterdam. Yes. En ik uit Brabant. Dus zij vindt mijn accent heel leuk. Ik vind het geweldig. Echt geweldig. Kijk hoe gepigmenteerd. Oh wauw, die is echt gepigmenteerd. Deze is echt super gepigmenteerd. Heb je nou die gele gouden genomen? Nee, die... Geel goud? Dit. Dat is toch oranje goud? Oh ja, oké. Okay. Oranje goud. Dit is geel goud. Oké, okay, ja, oranje goud. Denk ik. Oké, okay, ik pak nu de licht gouden. Door Sarah gaan mensen mij nu uitlachen dat ik echt licht goud, maar ik moet het wel haar zeggen. Oh. Mooi hè? Ja, is echt mooi. Not bad. Mensen, de glitterkleuren zijn mooi, man. We hebben niet eens fixspray gebruikt. Nee, want die hebben we hier niet. Die hebben we niet. Skere tuinen. Oh, ik vind dit mooi. Oh, ik vind dit mooier dan de matte. De matte vond ik niet zo mooi. Nee, ik ook niet. Dit kwastje is ook wel oké. Okay. Hij is heel klein. Ja, hij is wel oké. Okay. Ja, de glitterkleuren zijn mooier dan de matte, maar de glitter hebben wel veel fallout. Ja, want het is best wel poederig. Ja, dat is wel minder. Ik heb maar echt glitters nu. Ja, maar echt de kleuren zijn echt mooi. Ik ga het nou even uitblenden allemaal. Ik ga Sarah de kwastje pakken. En ik ga die allereerste, wat wil je dat noemen? Zeg ik. Rose gold. Ik pak nou de brons gouden. Brons gouden. Sarah wil me echt schudden, want dit kan. Ik pak nu de brons gouden kleur. Deze is echt ideaal voor kerst. Ja, true. Ja. True. Het is ook een pakket echt gericht op kerst. Hè? Kerst, ja. Maar het is het ook echt. De kleuren zijn echt super mooi. Like. Oké, ik ben wel kruiding met mijn ogen. Ik heb allemaal glitters onder mijn ogen. Ja, die glitters vallen wel echt. Je kunt dat beter eerst beginnen met je ogen en dan pas met je gezichtsmake-up. Maar normaal doe ik dat ook altijd, hè? Wat doe jij? Ik niet, nee. Nee? Nee. Oh, maar kijk, het ligt eraan. Als ik alleen maar mascara ga doen of zo en eyeliner, dan doe ik wel altijd eerst basis. Ja. Maar als ik oogschaduw doe, dan doe ik altijd eerst mijn ogen. Altijd. Ja, nee, ik niet. Ik nooit. Ik doe die altijd gewoon pas na mijn huid. Behalve als ik echt ga voor een hele felle kleur. Look, dan begin ik wel eerst met de ogen. Ik pak de donkerste bruine kleur voor onder mijn ogen. Ja. En ik pak de middelste bruine kleur voor onder mijn ogen. Because I'm white en Sarah is een little bit darker. En voor mij is dat al donker genoeg, zeg maar. Oké, nou hebben we oogschaduw gebruikt. We hebben verder niks meer voor de ogen. Dus we gaan maar even snel onze ogen afmaken. En dan komen we zo bij die terug. Wat gaan we? We gaan nou bronzen met deze mini bronzer. De meeste bronzing kwasten passen hier niet in. Dus je moet echt een kleinere gebruiken. Maar daarvoor heb je dus die. Dit is de bronskleur. Hij is wel echt super licht. Hij gaat echt te licht zijn voor mij. Maar misschien is hij voor jou wel goed. Ik zei in het begin, oh, hij is goed voor elke kleur huid. Nee. Ik denk dat het voor jou inderdaad te licht is. Ik denk het niet. Hij is echt gewoon super licht. Maar ik ga hem alsnog opdoen hoor. Oh wel. Ja, ja, ja. Ja, voor mij is hij perfect eigenlijk, zeg maar. Ik vind hem, hij is niet zeg maar heel opvallend en dat vind ik wel mooi. Ik vind hem niet verkeerd eigenlijk, voor nee. mij. Nee. Voor jou, zie je? Ik zie helemaal niks, maar oké. Gewoon even voor de show even zo. Ik ga gewoon op. Oké, okay, het is wel echt voor echt een lichte huid. Of lichter. Want op mijn huid kun je hem bijna niet zien. Laat staan als je nog donkerder bent dan ik. Je kunt wel, ja, nee. Ik wilde nog zeggen, je kunt wel een beauty zien, maar nee. Nee, je kunt ja, nee, ik lieg.
een beetje, als je een beetje veel opdoet, kun je het best wel een beetje zien hoor. Nee, maar je ziet hem wel. Ja, als je een beetje gewoon zoveel opdoet. Hij doet me een beetje denken aan de Hoola Light bronzer. Precies, daar dacht ik aan. Dit is de Liquid Highlighter. Het is niet echt booming. Het is meer, ja, hoe moet ik dit noemen? Maar het zit een hele lichte glow in of zo. Ja. Bijna niet, gewoon een beetje natural. En dan hebben we nog de twee strobing balms. Laat hem even zien. Oh. Deze zijn iets meer wow. Dit zijn deze. Deze zijn iets meer booming. Dus deze trekken mij iets meer aan. Mij ook. Ik denk dat we... Maar dan zou ik hem niet alleen gebruiken. Ik weet niet, ik ben niet van de... Liquid. Nee, ik ook niet echt. Meer voor eronder. Ja. Onder een poeder. Ik denk dat we deze niet echt gaan gebruiken. Dit is gewoon niet echt ons ding. Maar je hebt de swatch gezien. Maar ik ga deze opdoen en dan jij die andere. Ja. Ik ga hem met mijn vinger aanbrengen. Ja, ik ook. Ik doe gewoon altijd een klein beetje hiervan. Constant. Het is ook weer heel glitterig. Vind je niet? Ja. Ja. Wow. Of juist maar... Oh, ik zie die gouden die jij op hebt schitterig. Ja. Yeah. Deze iets meer, hè? Oeh, hij is wel heel mooi. Ja. Yeah. I like. Oeh, kijk daar. Je kunt gewoon echt zien daar. Bizar, hè? Ik vind deze mooi. Deze is zeker goed gekeurd. Wat vind jij van de andere? Ik vind hem ook wel echt heel mooi. Heel gepigmenteerd. Ik zou nooit zo snel een balm gebruiken, maar ik vind hem eigenlijk wel mooi, ja. Ja. Vooral als je je niet echt gaat opmaken, maar wel een beetje glow wilt, dan kun je een beetje van deze opdoen. Ja. Deze is iets meer booming dan deze. We gaan nu de drie beste highlighters opdoen. Ik ga eerst deze witte doen onder mijn wenkbrauw. Rejuvenate. Beter highlighter. Die ga ik hier overheen aan opdoen. En ik ga die witte inderdaad in mijn binnenste ooghoekjes ga ik hem aanbrengen. Ja, ik ga dus de witte hier doen. Dat had ik al gezegd. En deze, dit is de Gold Addict. Die doe ik op mijn beneden. Oké, wow. Kijk dit. Wat de F. Kijk dit. Deze witte is niet echt wit. Het is meer een... Hoe heet dat? Die wit-blauwige. But I love this. Holographic. Oh. Dat was wat ik zocht. Deze highlight is echt cool. Ik doe hem ook een beetje op mijn neus, want more is more. Het geeft echt zo dat wet look. I love it. Jan is echt mooi. Die is echt mooi. Dit is echt maar... Welke kleur is dit? Rejuvenate. Ja, is de kleur Rejuvenate. Oh, Rejuvenate. Deze is heel mooi als je een iets donkerdere huidskleur hebt. Dit zijn dan de drie baked highlighters. We gaan nu de twee pressed highlighters testen. De Ice Kiss en de Peach Kiss. Deze lijken op de swatches iets minder booming dan die andere. Dus wij gaan deze doen als blush. En als wat gaan we deze gebruiken. Echt, ons gezicht is al helemaal onder de glitter. Oh ja, ja. Want hij lijkt wel zeg maar een beetje poederiger dan die andere. Ja, oké. Op zich, het kan wel als blush hoor. Ja, toch? Want het is niet heel glitterig. Nee, ik vind hem wel mooi. Kijk, ik vind die... ik ben niet zo fan van deze blusher. Highlighter. Ik vind het te poederig. Oh ja, bij mij is die wel zeg maar niet te veel doen. White skin. Ik weet niet wat ik hiervan vind. Ik vind hem, ja... Hij is niet zo wauw, hè? Nee. Het is gewoon oké. Ja, deze is gewoon oké. Dit is dus de anti-shine balm. Die moet dus onder je foundation. Maar wij hebben dat al op. En heb jij een vettige huid? Nee. Nee, ik ook niet. Dus we kunnen deze niet echt testen. Maar als je een vettige huid hebt, is deze wel handig. Nou gaan we de twee lipglossjes opdoen. Zij doet dus die op. Ik deze. Het is een Amazing Sheer lipgloss. Dus wel sheer. Dus er is niet heel veel pigmentatie. Nee. Het is niks speciaals. Het is gewoon een glossje. Hij is wel mooi gewoon voor alle dagen. Is wel gewoon fijn, ja, als je niet te wild zijn. Nee, precies. Ja, bij jou is je ook mooi. We gaan nou deze 6 lipsticks proberen. Ja, ik begin dan met bruin, jij ook. Het is mooi. Nou, het is echt heel creamy. Maar het komt zeg maar, het voelt echt goedkoop, zeg maar. Ja. Er komt niet veel kleur vanaf of zo. Deze kleur is te licht voor mij. Ja, en zelfs deze kleur is te licht voor mij. Nee, het voelt echt alsof ik een... Hij is zo stroef. Je weet toch die pakketjes, die kindermake-up, waarbij zo'n mini lipstick krijgt? Dat is gewoon zo goed, ik zeg eerlijk. Nee, deze kleur is mooi, maar hij is te licht voor mij, dat wel. En hij brengt een beetje stroef aan. Nou ga ik de roze testen. En ik heb hier een soort peachy oranje-achtige kleur. Dit is echt allemaal niet mijn kleur, wat ik je zei, zeg. Nee, ik vind deze ook niet. Nee, ik ook niet. Nee. Ik pak de donkerste kleur en jij de rode kleur. Kijk, deze is wel... Veel beter gepigmenteerd. Ik vind dat dus ook. Ja, ja. Deze is even, terwijl ik had echt omgekeerd verwacht. Ik ook. Deze vind ik mooi. Hij is wel echt een stuk lichter dan wat lijkt hier.
Maar ik vind hem wel mooi. Hij blijft wel ook stroef aan. Maar hij zit veel beter op mijn lippen dan die andere twee. Dus deze is oké voor mij. I like. Yeah. Ik ben hier echt... Die is ook echt mooi. Hij is echt mooi. Ja. Yeah. Maar ik vind het echt... Dit vind ik de mooiste. En ik had verwacht dat ik deze twee juist het minst mooi zou vinden. Ik ook. Ik vind ze echt het mooiste. Nou, dan hebben we nou alles getest. Nou, dit was dan het einde van onze video deze keer. Ik vond het heel leuk om hem te maken. Wat vonden we van dit pakket? Ik vind het wel een heel leuk pakket. Je krijgt allemaal full size make-up. Dus dat is wel fijn. Meestal in dit soort pakketten heb je allemaal van die minis. Dus het is fijn dat je echt zoveel krijgt van zo weinig geld. Want dit pakketje is €35. Oh, en je... Ja, hij is echt niet duur. En je kunt hem bestellen bij beauty88.nl. Ja, ik vond over het algemeen alles wel oké. Het enige wat ik dan minder vond was die lipsticks. Behalve deze twee kleuren. Yeah, same. Deze kwasten zijn ook niet echt top kwaliteit. Ja? Ik vond deze wel fijn. Deze Zij vond ze wel fijn. Ik vind ze niet zo heel fijn. De highlighters. Die amazing. Oh vooral die baked highlighters. Goals. Het oogschaduwpaletje, ja, dat hebben we al mat gezegd. Mat is iets minder, maar die glitter. Ja, maar nou ja, wel wat fallout. Glitter heeft wel fallout, maar je moet gewoon een beetje MAC Fix Plus sprayen. Dan blijft het toch iets beter. En dan voor de prijs? Ja, daarom. €35 voor een hele pakketje. Is heel leuk om aan iemand cadeau te doen voor de feestdagen of zo. Nou, allemaal super bedankt voor het kijken. Volg ook even Lemya op haar kanaal. Abonneer even en laat een like achter. Abonneer ook op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ook even liken. Laat ook een leuke reactie achter. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij mijn volgende video. En die komt zaterdag.